super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van... Dankjewel, Figa! Oh, die papa is een beetje... Hè? Ja. Ja. Maar wij openen de vlog pas, het is net middag. Ja. En Figa die heeft vanmorgen al heerlijk in de tuin gespeeld met een vriendje van hem, maar die ging tennissen, dus die moest weg. Nu zijn naar de kindjes te kijken. Ja, kindjes hè. Kindjes zijn lekker buiten aan het spelen in de tuin. Kijkje ligt lekker voor Pampers. Ja? Maar toen kwam papa met een grandioos idee. Ik heb zin om morgen een lekker broodje hamburger te eten. En aangezien we dat niet in huis hebben, is het toch handig als we dat dan even in de supermarkt gaan halen. Ja. Dus dat gaan we dan even doen. Ja. Dan kan jij straks misschien weer met je vriendje gaan spelen als je weer thuis is. Ja. En vind ik heb een beetje jeuk. Ja. Ja, je, muggenbulten zijn wel minder dit keer. Ze had echt, nou heel zijn rustig, helemaal vol met muggenbulten. Ja. Ja, nee, kijk uit. Oeh. Ja, oké, hij kan helemaal open. Je moeder weer, hè? Ik zei namelijk, kijk uit, wat is dat, een auto naast? Maar Leon die had hem zo weggezet dat Fiede heel zijn deur helemaal open kan gooien. Hè? Ja. Moet jij telefoon bij mama daarin, schat? Ja. Zij hebben een heel belangrijk werkje te doen, hè? Ja. Maar dat is voor over een paar maandjes. Ja. Niks gezien, hè? We moeten even naar de Shubi. Ja. Dus ik denk dat je echt wel lange broeken en wat truien kan gebruiken voor de winter. Ja, dat dus dan gaan we daar even langs lopen. Ja? Goedie, goedie. Ja, de mand die blijft leeg. Goedie, goedie. Oké. Okay. Goedie, goedie. Spoor niet hoor. Goedie, goedie. Nou, leuke broeken gescoord. Tenminste, kijken. En Figo die wil even laten zien hoe de broeken eruit zien als hij ze aan heeft. Dus Figo's is. Ja, ik wil ze alle twee filmen hoor. Klopt. Kijken. Want ik moet hem nog even strikken. Die is wel heel leuk. Ja. Maar ik denk dat hij een beetje te kort is zelfs. Nou, nee, ga dan ook wel even kijken. Hij is iets te lang. Ja, het is ook voor de winter, is schat. Laat zien naar papa. Ja, het t-shirt is ook te groot. Jullie hebben net een broek gemist. Wat? Die was ook heel vet. Die eerste broek die je net zag, die nemen we niet. Deze hiervoor wel. Kijken, Figo. Dit is een soort joggingstof. Nou, ik ga even kijken. Hij is een beetje te groot, denk ik. Maar ik kan even kijken of je hem kan inmaken, Figo. Ja? Leuk. Ja? Ga ik eens even kijken of die ook staat. Wij zijn weer terug van het... Eigenlijk de hamburger halen. Was eigenlijk het enige wat we gingen doen. Maar we komen terug met een hele mooie broek van Figo. Ik zal even laten zien nu. Het is volgens mij de tweede broek of zo die hij aan had. Deze. En dat joggingstofbroekje, dat werd het hem toch net niet. En die laatste broek van Figo vonden wij heel mooi staan, maar vond Figo gewoon niet mooi. Ja, dus dan hou het op. Deze heb ik geshopt. Bij de Albert Heijn even Liga's meegenomen, want die was ik zelf vergeten. Die eet ik altijd op mijn werk. En... Wat nog meer? Oh ja, deze. Die kregen we gratis met die zomerkraskaarten. En gratis, daar houden wij van. Ik ben echt in Nederland. En schoolkijk. En bij de Action. Figo die wou graag deze. Die had hij nog niet, zei hij. Dus die heeft hij. En ja, voor de hondjes altijd deze. Die vinden ze heel erg lekker. En nieuwe drink om te testen. We hebben Arizona. Met een raketijsje. En... Unicorn Watermelon Fruit Drink. Jij hebt wel iets met waterbloemen de laatste tijd, Figo. Nou, iltsokken. Daar blijf ik bij. Die zijn zo fijn. En ze hadden eindelijk nog 8 van de snackerbies. Dus die heb ik eigenlijk meegenomen. 4 strawberry en 4 blue raspberry. Dus die hebben we eigenlijk in de dish genomen. En die hebben wij in de doos mee zo genomen.
En deze, want we hadden weer een schiettas bij. Ja, zulke dingen kunnen altijd. Dus dat hebben wij geshopt bij de Action Albert Heijn. En we gingen alleen maar naar de Albert Heijn voor hamburgers. Maar we hebben wel de hamburgers. Vaak ga je ergens naartoe en dan kom je daarmee terug zonder dat, zeg maar. Ja. Dus dat. Is je lekker, hè? Heel lekker. Ik kan zo lekker van genieten. Ik kan ze altijd zo van genieten. Jij. Ah. Dit is schattig. Ja, lieve. Hallo. Heel even. Ja, hallo? Wil je schommelen? Oh, nee. Nee, dat wil ze niet. Ze wil een beetje wiebelen, maar schommelen niet. Figo, niet schommelen. Ik doe het niet schommelen. Kijk, zie, dat vind ze niet zo grappig. Wat ik ook wel snap, is ook helemaal niks aan. Als het te hard gaat. Deze gaat ook bij licht. Ja, ik zie het. Misschien vind je dat toch lekker. Goedemorgen, het is alweer zondag. Ja, het is alweer zondag. Het is alweer zondag, hè? Weekend gaat toch snel voorbij? Een weekend gaat heel snel voorbij. Ja. Nou, we zijn net aangekleed. We hebben al heel wat dingetjes gedaan, dat wel. Ja, ik heb gelegoed. Oh, wacht even hoor. Wat had jij gedaan? Ik heb gelegoed. Gelegoed? TV gekeken. Games. Ja, een beetje. Heel klein beetje, want ja? Ik heb hoofdpijn. Oh ja, mama heeft ook zo hoofdpijn. Joch. Zei je toch al, toen jij, jij zei, niet toen, ik heb hoofdpijn. Mm-hmm. Zei ik. Had je ook hoofdpijn? Ja. Hey. Nou, inmiddels is de droger al een volle toer aan het draaien. Deze hangt hier ook te drogen, om straks te drogen in. Bedden zijn lekker gedekt. Met schoon beddengoed. En gaan we strijken. Dat is mijn grootste hobby. Not. Ach. Nou, de strijk voor vandaag. Het is wel van 2 weken hoor, moet ik zeggen. Want ik ga niet elke week strijken. Ik heb toch genoeg t-shirtjes en zo wat ze aan kunnen. Dus ik wil alleen de strijk nog pakken. Hupsen. Jij staan blijven. Ja, die blijft wel staan. Zo. Hupsen. Aan de kant. Zo. Nou, even warm worden en dan kunnen we gaan strijken. Zo, en de stapel is weer weggewerkt. Kijk, wij hebben zo'n lekkere knuffeldag met de hondjes vandaag. Nou ja, dat is eigenlijk elke dag. Eigenlijk elke dag. Kijk, en die mannen zijn weer aan het stoeien. Jongen. Nee. Wat moet je ermee? Hè? Wat moet je ermee? Kijk, wat moeten we ermee, meid? Goed, je gaat weer wat laadjes opruimen. Ja, weer wat laadjes opruimen. Nou, wij gaan nog even een lekkere pizza eten. Papa heeft lekkere hamburgers. Nou, inmiddels zien we er niet meer uit van het zweet. Wij zijn al heel ver gekomen met alweer wat kasten uit te ruimen.
Inmiddels zijn opa en oma waren ook even langs geweest om de stappen te kijken. En is nu voor ons het einde van de dag. Dus wij eten lekker onze pizza op. En gaan bij deze onze weekend voor afsluiten. Nou, ik hoop dat het een beetje leuke beeldjes zijn. Ik ga ze van de week editen. Dan gaan we even kijken of we het leuk vinden of om een weekvlog en een weekendvlog te maken. Ja, vind je wel? Dus, vonden jullie ons weekendvlog leuk? Doe dat even dan. Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, dat was zo super vet zijn als je dat doet. En als jullie ook willen blijven van onze nieuwste vlog, druk dan even op de bel. Belletje rond. Zien we in de volgende vlog of short. Houdoe.